Het is de echte middenmoot waar we het over hebben. TEC is de nummer 11 van de ranglijst. En VVSB staat 8e. TEC begint goed aan de wedstrijd in Noordwijkerhout. Met natuurlijk weer Vink. Daar is het schotje, wordt nog aangeraakt door de wind. En dan de nodige problemen voor de doelman Van der Meer, Ronald Van der Meer. Na het schot van Wimilio Vink. De regisseur op het middenveld bij de ploeg van Geri Vink. De Rijk dan met het balbezit en Ruigrok. Goeie opening naar Parami. Mickey Parami gaat de VVSB verlaten. Maar dit is wel een goede voorzet op Tafila. En daar is het 1-0. Het is de 22e minuut. Parami met de voorzet. En Tafila die precies op het juiste moment daar voor Disveld opduikt. En dan het duimpje van Van Leeuwen, de coach van VVSB. Het is de ruststand ook. Tweede helft dan met achter de bal Westerlaken. En goed schot. Van der Meer brengt redding. Maar daar het goede schot van die middenvelder van TEC, Bart Westerlaken. Parami op Tavila, de man van de 1-0. En dan het goede doorgaan van Fekunda. De vleugelverdediger die de bal goed neerlegt en dan gaat hij binnen. Daar is Bekooi, de doelpuntenmaker. Hij zal de topscorer van de tweede divisie. En hij blijft er lustig op los scoren, ook in de laatste wedstrijd van het seizoen. Uitstekend werk van Fekunda. En Bekooi daar met zijn treffer en VVSB op 2-0. En dan heel snel alweer de 2-1, want dit is de invaller, Balrak. Troemeen Balrak kwam in de ploeg voor Kurt Liedewind. Is lang en kopt die bal daar achter doelman Van der Meer die kansloos is. En zo gaat TEC door. Speelde ook beter. Goeie paas van Nouri. Ook een invaller bij die andere invaller. Daar is Balrak en daar is de 2-2. TEC draait de wedstrijd om. Na de 2-0 achterstand is het zomaar weer gelijk. Balrak met zijn tweede treffer van de middag. En nog altijd hoop bij TEC. Aan de buitenkant, daar de ruimte. Goeie voorzet en oh, daar is de kans voor Nouri. In de ploeg gekomen, Nouri voor Matthijs van Gessel. Maar die krijgt die bal er dan niet in. En TEC wil winnen in Noordwijkerhout. Met weer Balrak. Nouri met links. Oh, Nouri. Zijn tweede kans van de middag. Maar het scoren, dat lukt hem niet. 2-2 blijft het bij VVSB tegen TEC.